Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op dinsdag 15 mei. Het wordt weer een prachtige zonnige dag met lokaal zomerse temperaturen. Alleen vanochtend is het hier en daar nog wat mistig in Limburg, maar de komende uren verdwijnt die mist snel. De temperatuur ligt dan vanochtend tussen de 15 en 17 graden en er waait een matige wind uit het noordoosten. Vanmiddag stijgt het kwik verder naar zo'n 22 tot 25 graden. Landinbaats ontstaan er dan wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Ook vanavond wat wolkenvelden met name in de oostelijke helft van het land. In het westen is het vrij helder. De temperatuur ligt rond zonsondergang tussen de 17 en 19 graden. En de wind die draait langzaam wat meer naar het noorden en dat gaan we morgen ook merken. Dan kan er lokaal een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Verder zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat dus wel een stevige noordenwind en die zorgt ervoor dat de er maxima morgen tussen de 17 en 20 graden uitkomen. Donderdag en vrijdag is het ronduit fris met zo'n 13 tot 16 graden. Er is over het algemeen vaak veel bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur weer omhoog en zondag zitten we weer ruim boven de 20 graden.